ben hier zelf opgegroeid. Dit is de eerste uitgaansgelegenheid waar ik zelf ben gekomen vroeger. En wij hebben zelf een restaurant in Aalten, genaamd Roskamp. En we hoorden onze gasten vaak klagen omdat er geen goede uitgaansgelegenheden zijn hier. En het was onze droom om dit over te nemen. En we hielden het al enige tijd in de gaten. En uiteindelijk hebben wij de kans gekregen om het over te nemen. En zo zijn wij nu al 4 maanden, dag en nacht, bezig om hier een nieuwe club neer te zetten. En ik denk wel dat het is gelukt. Want wat hebben jullie hier precies neergezet? We hebben hier een chique club neergezet met een hele goede uitstraling, ben ik van mening. Maar toch willen jullie het nog wel even geheim houden? Wij willen de mensen heel nieuwsgierig houden. Want er is echt heel veel vraag naar. Mensen vragen ons, wat hebben we gedaan? Hoe ziet het eruit? En wij houden het echt geheim, omdat mensen het heel graag willen zien. En ze moeten er met de opening gewoon bij zijn om het te zien. Wat kunnen mensen eigenlijk hier verwachten? Wat gaat het voor muziek worden? Wat wordt het precies voor een club? Het gaat hier op de duur feest voor jong en oud worden. Het gaat van urban naar house, naar 80s en 90s. Het gaat echt heel veel. Turkse feesten, Balkanfeesten. We gaan echt alles organiseren. Wat kan je verder eigenlijk zeggen over deze plek? Want er hebben hier natuurlijk eerder uitbaters gezeten. Er zijn meer clubs geweest. Het is allemaal niet echt een succes geworden. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het wel een succes wordt? Wij hebben zelf alle fouten meegekregen van de vorige eigenaar. En we hebben die fouten opgepakt. En wij gaan ervoor zorgen dat wij die fouten niet gaan maken. Om te beginnen hebben wij, dat kan ik wel verklappen, we hebben genoeg garderobe. Niemand hoeft hier met een jas binnen te staan. Dus we hebben die fouten goed opgepakt. En ook met de entree, niemand gaat met een kaartje buiten staan. Het is allemaal heel goed geregeld. Verwacht je dat dit echt een grote aanloop gaat nemen van mensen uit de hele Achterhoek? Wat is eigenlijk je doelgroep? Ja, we gaan heel veel mensen uit de Achterhoek aanspreken. Maar we gaan ook, denk ik, wel een groot deel uit het Westen ook wel aanspreken. Want je hebt in de omgeving heb je niks meer. Mensen moeten of richting Amsterdam, Rotterdam, om een goede club te zien. Of ze moeten heel ver Duitsland inrijden. Dus we gaan een hele brede doelgroep aanspreken.